Slaapplekje zoeken in Noordenfort. Het zijn kleine bedjes, Twan. Ja, voor mij helemaal. Ja. Ik denk dat het koud gaat worden vanavond. Zo. Ja, dat mag wel. Welkom bij het eerste deel van onze winterspecial van Buitengewoon. Vanuit Fort Pannerden bij Doornenburg. Het is dit fort, het historische fort hier achter ons, waar Twan en ik de komende 3 dagen gaan logeren. Een fort uit 1869, vol met verhalen. En ook in de omgeving zijn heel veel verhalen hier. Alleen al de plek. Hier splitst de Rijn zich in de Nederrijn en de Waal. Nou, nu is normaal gesproken dit een heel groot, breed stuk strand. Kan je lekker zitten in de zomer, maar het is allemaal verdwenen. En dat komt omdat het water zo hoog staat dat alleen nog dit smalle strookje zand overgebleven is. Hoe kan het dan dat het water zo enorm gestegen is in een hele korte tijd? Ja, het is spectaculair. Ja. Hij staat nu 4-5 meter hoger dan een paar weken terug. En simpelweg omdat het stroomopwaarts langs de Rijn in Duitsland gigantisch veel heeft geregend. Die gigantische hoeveelheid water die komt nu naar Nederland toe. En de komende dagen komt er ook nog zeker 1, misschien wel 2 meter water bij. Dus het gaat nog verder stijgen. Dat is echt spectaculair. Dat moet dus echt een enorm effect hebben voor de natuur. Ik neem aan dat er dieren wegvluchten voor het water, maar dat er ook weer dat het dieren aantrekt ook weer. Ja. Ja, sommige dieren vinden dat heel fijn. Watervogels bijvoorbeeld, die hebben eindelijk weer plekken waar ze kunnen zitten. De bevers die hier overal in de buurt zitten vinden het fijn. We hebben een hele droge zomer gehad. Heel veel plassen waren helemaal opgedroogd, waar normaal bevers zitten. Nou, nu staan die weer eindelijk vol water, dus de bevers kunnen weer terug naar een oude huis. Dus dat is fijn voor ze. Jij gaat de rivier afzakken vandaag. Ja, ik ga stroomafwaarts, een paar kilometer naar het westen. Eerst hier de klompen waait rondom het fort, daarna de grenzen waait. En dan ga ik onder andere een plek zoeken waar een nieuwe beverburg ligt. Een mooie burg. Alleen hij is niet zo'n hele handige plek gebouwd. Waarom niet? Ja, met hoog water, wat er nu dus is. Ja. Dan gaat daar het water met grote kracht overheen. Over zijn burg? Over zijn burg. En er wordt nog heel veel zand afgezet, precies op die plek. Dus hij is zijn huis kwijt? Ja, ik verwacht het wel. Dus ik ga vanmiddag onderzoeken wat die bever gaat doen, wat het gevolg is voor hem. Ik blijf voorlopig in de buurt van het fort. Ik ga onderzoeken waarom nou midden in dit enorm ruige stuk natuur zo'n fort gebouwd werd en door wie. Vanmiddag ga ik ook het water op zoek naar de restanten van een verloren dorp. Een verloren dorp? Ja, overspoeld door het water. Door een watersnoodramp in 1799 is een complete buurtschap hier weggespoeld. Wat daar nog van over is, die restanten, dat ga ik bekijken. Eerst eens we koffie even opdrinken. Ja. Het zijn allemaal putters. Boven in de klitten, die planten. Daar zitten ze de zaadjes van te eten.
Met een heel mooi zangvogeltje. Mooie rode kop. Wit, geel, zwart. Een soort clowntje is het. En dat is een vogeltje dat in de zomer in de dorpen zit. Zelfs in de stad broedt hij. En in de winter dan verzamelen ze zich in hele grote groepen. En dan zitten ze in gebieden die heel ruigterijk zijn. Waar heel veel zaad te eten is. Nou, ze ook hier in de Klompenwaard. Want het fort hier achter mij, dat ligt in de Klompenwaard. Zo heet het gebied. En dit gebied, dat heet Klompenwaard. Omdat lang geleden, een paar eeuwen geleden, was het een heel nat gebied. Heel laag, heel slikkig, modderig. En dan kon je eigenlijk een klein beetje klompen erheen. Dus vandaar. En daarnaast dat eeuwenlang landbouwgebied geweest. Tot de hoge waters van 1993 en 1995. Dat waren hele kritieke jaren. Hier aan de overkant de Ooipolder. Die is toen ook geëvacueerd geweest. En daarna hebben ze met spoed alle dijken verzwaaid. En er was heel veel klei voor nodig. En een van de gebieden waar ze heel veel klei vandaan hebben gehaald, dat is hier uit de Klompenwaard. En vanaf dat moment is het natuurgebied geworden. Nou, je hebt hele ruige stukken zoals hier. Ook hele open stukken waar de wilde paarden en runderen heel veel grazen. Maar deze ruigtes, met die klitten, met distels, met kaardebollen, dat zijn echt de favoriete plekken van zangvogels. En dat zijn die putters. Maar er zit nog veel meer, want als je de toppen afstruint met je verrekijker, dan kom je dus die putters tegen, maar ook een groenling zie ik nu. Mooi groen beest. Het is een lichtgeel veertje aan de zijkant van zijn vleugel. Er zitten nog heel veel vinken. En die zitten hier alleen maar in de winter. Dan hebben ze al die zaadjes nodig. Daarmee overleven ze de winter. En als het straks een voorjaar is, dan vliegen ze weer terug naar de dorpen en de steden. In de omgeving, maar ook verder weg. En daar gaan ze dan weer broeden. Maar voorlopig zitten ze nog een paar maandjes hier, de koude winter te overleven. Zolang Nederland bestaat, heeft ons land altijd moeten vechten tegen het water. Maar dat water ook een heel goed verdedigingsmiddel was, dat bewijst de Hollandse Waterlinie. De Waterlinie en later in de 19e eeuw de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die liep zo vanaf de Zuiderzee dwars op de grote rivieren ten oosten van Utrecht in de richting van de Biesbos. En het idee was dat als er een aanval kwam vanuit het oosten, dat dankzij de Waterlinie de rijke Hollandse steden beschermd zouden zijn tegen die aanvallen. Stel je voor dat er een aanval kwam vanuit het oosten. Dan konden hele grote stukken land onder water gezet worden om te voorkomen dat de vijand Holland naderde. Op verschillende plekken langs de linie stonden forten. En mocht de vijand dan met een bootje komen, dan kon vanaf die forten zo geschoten worden. Hier ligt Fort Pannerden. Een heel stuk oostelijker dus dan de Waterlinie. Precies op de plek waar de Rijn ons land binnenkomt. Fort Pannerden had ook een beetje een andere functie dan de andere forten. Want hier moest erop toegezien worden dat de waterlinie van voldoende water voorzien werd. Stel je voor, de vijand kwam vanuit het oosten en liet hier op de Rijn of op de Waal boten zinken. Om zo de rivier af te dammen en dus de watertoevoer te stoppen. Nou, dan stonden hier een hele hoop kanonnen klaar om in één keer zo die hele vijand weg te schieten. Dat is meestal in een fort. Hè? Hoe lang hebben ze er over gedaan om dit allemaal te bouwen? Hier hebben ze 2 jaar over gedaan. Oh, dat valt mee. Ja. Nou, je moet je voorstellen dat bij dit bouwwerk op toptijd 500 medewerkers betrokken waren. Van metselaars tot loopjongens, hè, die stenen kruiden. Was het ook een ontzettende investering voor de staat? Of? Voor die tijd was het een enorme investering. De begroting was 450.000 gulden. En het heeft uiteindelijk 650.000 gulden gekost. Maar voor die tijd was dat een enorm kapitaal. Willem, was er nou een concrete aanleiding voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Was er dreiging vanuit Duitsland? Nou, je moet je voorstellen dat in die periode, hè, rond 1870, een voortdurende dreiging uit het oosten van de Pruis kwam, hè, zoals dat hier in de omgeving wordt genoemd. En die voortdurende dreiging, dat heeft ertoe geleid dat die Nieuwe Hollandse Waterlinie, met name de bouw van dit soort forten, nog verstevigd werd. Nou, hier hebben ze dus gestaan, hè? Hier kon je de vijand in de gaten houden. Ja.
En je kunt je wel voorstellen dat dat een machtig gevoel gaf, hè, als je hier met een enorm kanon die scheepvaart hier in de gaten kon houden. Hier stonden die kanonnen zo. Ja. En je zit hier nog ook. En hier heeft de voet van dat kanon gestaan. En die uitsparingen daar in de muur, dat waren zeg maar de hoeken waar het kanon terecht kwam en moest kunnen draaien. Ja. En hoe ver kon je dan komen? Want ik denk dat die rivier, nou, 100, 200 meter verderop ligt, loopt. Nou, het is wel verder. Maar ze konden met kanonnen in die tijd wel 5 of 6 kilometer ver schieten. Zo. Dus het was ook het nieuwste van het nieuwste waarschijnlijk op militair niveau. Op dat moment wel. Maar het pikante is dat tijdens de bouw van het fort in 1869 werd begonnen met de bouw van het fort. In 1870 vond de Frans-Duitse oorlog plaats. Ja. En tijdens die oorlog werd Parijs belegerd en werd het helemaal aan puin geschoten. Dus dat betekende dat ook dit soort forten niet meer veilig waren. Dus tijdens de bouw van het fort bleek al dat het verouderd was. Nou, ik sta hier pal langs de Waal. De voeten staan in het water, boten komen voorbij. En het water hier op de rivier, dat staat 2 meter hoger dan het Vossengat. Een grote plas die je achterrecht in de Gentse waait. Nou, en hij is net begonnen met overstromen. En het water kabbelt hier nu heel rustig, als een liefelijk beekje, door het landschap, door het zand vooral. Maar het kan goed zijn als je hier morgen terugkomt, dat de rivier nou, 3/4 meter hoger staat. Nou, dan is dit geen liefelijk beekje meer, maar dan raast het hier overheen. Al het water dat stroomt hier de Gentse polder in. En niet alleen water stroomt hier dan in, maar er wordt ook heel veel zand meegenomen. En dat zand, dat laat hier achter. En hier achter ligt een van de meest extreme, dynamische, bewegelijke natuurgebieden van Gelderland. Grote zandtongen worden afgezet. Nou, echt een mooi stukje, een heel mooi stukje Gelderland. Hoeveel man heeft hier nou gezeten in het fort in de drukste periode? In de drukste periode hebben hier 300 manschappen gezeten. Zo, dat is aardig wat. Ja, dat is heel wat. En als je natuurlijk zoveel manschappen hier onderbrengt, moet je ook eten hebben. Ja. Dus het fort had een eigen bakkerij, had eigen waterputten. Ja. Dus het fort kon 30 dagen stand houden tegen de vijand. Dus een hele eigen samenleving ontstond hier. Een hele eigen samenleving, inderdaad. Ja. En in deze haken die hier overal hangen? Waarvoor waren die? Nou, als je natuurlijk 300 mensen in toptijd, in mobilisatietijd onder moet brengen, dan kon niet iedereen in de slaapzalen terecht. Of bijvoorbeeld ook bij hoogwater. Dan moesten ze ook manschappen hierboven onderbrengen. En dat kon in deze hangmatten die ze aan deze haken hingen. Dus hier lagen allemaal mannen naast elkaar te slapen. Ja. Die waren alleen maar mannen, hè? Alleen maar mannen, ja. En je kunt je dat gesnurk wel voorstellen, hè? Wat er, En als je er moest plassen? Nou, denk je nou eens in dat hier 50 hangmatten hangen en dat je daar onderdoor moet kruipen om naar het toilet te gaan. Of het privaat, zoals dat toen heette. Kun je ver kijken hier, hè? Vanaf de top van het fort. Ja, nou, tot in Duitsland dan toe, hè? Oh ja? Ja. Echt, Die windmolen staan op de achtergrond, dat is Duitsland. Ja. Ja, en daar die heuvelrug, dat is het Reichswald. Met ook de toren van Kleef, de zware toren van Kleef. Ze konden letterlijk tot de vijand kijken. Ze konden letterlijk tot de vijand kijken, ja. En hoe vaak is hier gevochten op het fort? Eigenlijk niet zo heel erg veel. In de Eerste Wereldoorlog is het fort wel helemaal bezet geweest, hè, met 300 manschappen. Maar... Ja. Toen is er niks gebeurd. Nee, want Nederland was neutraal. Klopt. En in de Tweede Wereldoorlog is het met een beperkte bezetting is het een aantal dagen actief geweest. En wat is er daarna mee gebeurd? Nou, in 1926 heeft het leger het fort verlaten. Maar later toch nog wel even in de Koude Oorlog, toch? Toen zijn ze weer even teruggekeerd. In de Koude Oorlog, klopt. Nou ja, toen hadden we een nieuwe vijand, hè, de Rus. Nou, die kwam ook uit het oosten. Nou, en als je hier staat, dan kun je natuurlijk heel goed in de gaten houden wat er uit het oosten komt. Je kon hier de vliegtuigen observeren en eventueel kijken waar de bommen zouden vallen. Ja, dus militair gezien heeft het niet helemaal de functie kunnen vervullen die het moest vervullen. Maar als cultuurhistorisch monument Hebben we natuurlijk iets geweldigs gekregen. Ja. Het is een monument, hè? Het is echt een met recht een rijksmonument. Het is
mooi. Loop je dwars door het struweel. Heel veel kleine vogeltjes. Maar de grens zitten volgens mij twee buizen. Hè? Ja, mooie buizerd. Die andere, waar zit die daar? Oh, dat is geen buizerd. Blauw kiekendief. Vrouwtje. Echte wintervogel. Buizerd zit hier natuurlijk het hele jaar door. Maar die blauwe kiekendief, die komen hier vanuit Scandinavië in de winter naartoe. Het is een vrouwtje en dat zie ik omdat hij zo bruin is. Is lang gerekt. Je kan zelfs de koptekening zien. Heel typisch. En hij vliegt weg. En dan zie je het makkelijkste kenmerk. Namelijk die witte staart. En van die bandering, dus van die strepen. Daarachter op de staart. En een heel typisch vliegbeeld ook. Een beetje sierlijk. Zo'n veevlucht. Heel rustig. En je ziet hem hier over het struweel heen gaan. Met die vlieren. En die ruigten. Nou, ze zitten hier om te jagen op alle kleine vogeltjes die hier zitten. Er zitten veel putters, groenlingen, vinken. Nou, dat is lekker eten. En stukken die wat meer open zijn, kunnen ze ook nog muizen vangen. De ideale overwinteringslocatie voor zo'n blauwe kiekendief. Ja, en ook die buizerd. Ik stap zo in de boot bij Ferdinand van Hemme. Hij is landschapshistoricus en onderzocht de geschiedenis van het verdwenen buurtschap Leuven. Dit kleine plaatsje langs de Rijn werd 2 eeuwen geleden getroffen door een watersnoodramp. En daarna verdween het voorgoed van de kaart. Daar gaan we aanmeren. Ja. Want hier heeft het verhaal zich afgespeeld. Hier is het gebeurd, precies. Heeft de rivier al zijn geweld, wat hij in potentie in zich heeft, heeft hij hier geëtaleerd en is een heel dorp verdwenen. Klopt. Zwarte bladzijde, geschiedenis van Leuven. Jeetje, die houdt het wel. We gaan naar de plek des onheils. Ja. En we lopen tegen een helling op. En dat is eigenlijk de voet van de dijk die toen als dijk functioneerde in 1791. Wat voor mensen woonden er nou 200 jaar geleden in dit buurtschap of dorpje? Ja, het was een buurtschap hoor, ja, want er stond geen kerk. Nee. Ja, een stuk of 10 boerderijen langs een hele brede. Hè? Ja. Ja. En wat waren dat voor mensen dan? Dat waren boeren. Eigenlijk, ja, keuterboertjes hoor. Allemaal heel klein en... ze hadden een stukje grond, een tuin, een weidje, een akkertje. Waren de mensen arm die hier woonden? Voor onze begrippen waren ze ontzettend arm. Ja. Maar voor toenmalige begrippen niet. Hè. Het riviergebied was ontzettend rijk wel. Ja. Je had hier een vaste bron van bestaan, van inkomsten wel. Dus in dat opzicht was het aantrekkelijk om hier te wonen. Dus de rivier reikte een hele hoop rijkdom aan. Maar aan de andere kant, ja, zo dicht bij de rivier wonen. Maar dat had natuurlijk voor die tijd ook heel veel schaduwkanten. Je werd wel beschermd door de dijken. Ja. De dijken hadden natuurlijk niet de omvang en de kracht van tegenwoordig. Dus je, ja, eigenlijk had je een heel twijfelachtig wankel bestaan, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Er zit een bever. En een pluizenbaal. Het is een beetje een rare aanblik, want volgens mij kijk je tegen zijn kont aan. Ja, het is echt zijn achterwerk met zijn kont. Maar het is wel een bever. Net op de oever, iets boven de waterlijn.
En het is wel mooi dat hij hier zo zit. En dat hij zichtbaar is. En dat is ook dankzij de hoge waterstand. Het water is hier een meter of vier de lucht in gegaan. En de burcht van deze bevers die is al helemaal onder water verdwenen. Dus ze moeten het hoger opzoeken. En daar kun je ze überhaupt zien. Ah, je ziet nou ook zijn kop. Dat is mooi met zijn neus. Zo'n zwarte dopneus, heel pluizig. Heel rustig. En dit is een eilandje, dus dat is heel veilig. Kunnen wij niet bijkomen, maar ook geen honden. Nou, veel andere vijanden hebben ze niet. Misschien voor jonge bevers een vos. Maar dit is heel veilig en ook vrij hoog. Dus dat hebben ze nu geluk mee met het hoge water. Hij zakt nu naar beneden en in het water weg. Wel heel rustig. Want als het om mij zou zijn, als die van ons zou schrikken. En ze hebben angst. Dan slaan ze altijd heel hard met de staart zo pats op het water. En dat is dan vooral ook om de andere bevers te waarschuwen. Maar dat doet hij niet, heel rustig. Ja, hier gebeurde het dan. In die bewuste nacht van 4 op 5 februari 1799. Een zwarte nacht in allerlei opzichten voor het dorpje Leuven. Ja. Want de rivier was ontzettend aangezwollen. Doorbraken hadden plaatsgevonden. Op andere plek al, ja. Ja, en er kwam dus heel veel water naar die Oude Rijn. Maar tot overmaat van ramp had zich benedenstrooms een ijsverstopping voorgedaan. Een muur van ijs blokkeerde het water. Een hele verstopping, ja. Een hele verstopping. Het water liep ontzettend hoog op, huizen hoog. En de mannen waren volop op de dijk bezig om provisorische ophogingen te maken. Met plankjes en paardenmest daarachter. Maar dat mocht niet baten. Het water liep over die dijk heen. En vervolgens ontstond er een hele diepe afgrond achter die dijk. Het liep over die dijk heen, vormde een waterval. En enfin, bruisend watergeweld en ijs. De hele cascade van water en ijs. Maar het ging mis. Op een gegeven moment. Ja, de opstuur was geen kruid tegen gewassen. Uiteindelijk liep het water over die noordkering heen. Ja, en uiteindelijk leidde dat tot het doorbreken van de dijk. Maar de mensen hebben het overleefd, maar als ik om me heen kijk, er is niks meer van het dorp over. Mensen keerden niet meer terug. Mensen wilden hier niet meer zijn. Nee. Ze wilden ook hier niet meer zijn, maar het gaf natuurlijk wel heel hoog verdriet. Hè? Als je weet dat zoveel generaties voor je ook op die plek hebben gewoond. Ja. Ja. En dat je dan huis en haard moet verlaten. Dan ben je aan verknocht en dat moeten verlaten, verdreven door het water. Dat was een hard gelach. Absoluut. Nou, het was een heel bijzonder gevoel hoor. Merk je dat? Ja. 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 Zijn er nou nog herinneringen aan dit? Als je het verhaal eenmaal weet, dan is het iets verschrikkelijks geweest. Maar ja. Je kunt je voorstellen dat die mensen die dat hebben moeten ondergaan. Er zullen niet veel mensen zijn omgekomen, heb ik verteld. Maar heel veel verdriet is er achtergebleven. Door al die ontberingen die ze hebben. Door al die ontberingen. Ervaren. Het is dan ook helemaal niet toevallig dat valsverhaal dat opduikt. En dat zegt dat er 's nachts hier nog schimmen rond waren. Oh ja? Van mensen die hier hebben gewoond. Maar dus 's nachts in het donker zien we hier af en toe nog schimmen. Ja, dat zie je vaak, of dat hoor je ook vaker ook als historicus word je ermee geconfronteerd. Plekken waar veel verdriet is, waar veel pijn is, keren mensen terug. En het verhaal is ook dat zo gauw erover verteld wordt, ja, dan krijgen die mensen een soort verlossing. Dan keren ze als het ware. Kunnen ze als het ware naar de eeuwige zaligheid. Ja. Ah, daar komt hij weer. Op het water drijft hij. Ja. Nu is hij niet pluizig meer natuurlijk. Nu is hij mooie natte haren. Ah, hij ligt hier gewoon heel rustig op het water. Ik blijf het uniek vinden dat je gewoon zo in Nederland bevers kunt zien. Hij was uitgestorven, maar hij is helemaal terug. Er zitten er meer dan ooit in deze eeuw. Ze zitten er ook pas sinds 1993 hier in de Gelderse Poort en ook hier in Gent. En die Gentse polder zit inmiddels ook vol. Dus als je geduld hebt, goede plekken weet, dan heb je een hele kleine kans dat je ze ziet. En wij hebben onwijs geluk.
Ah, nu is hij weg. Nou, hij komt niet meer tevoorschijn. Volgens mij kun je niet betere beeld krijgen. Dus ik laat ze met rust. Kunnen ze gaan eten. Ja, het is wat kouder dan vanochtend nog nu. Ja, het is een prachtige winterdag. Ja. Koude wind, maar strak blauwe luchten. Lekker zonnetje toch nog wel even erbij. Ja, dat is heel mooi. En ik heb vanmiddag heel mooi bevers gezien. Je hebt hem gezien, de bever? Ja, spectaculair. Op het land zittend. Wauw. Zijn dikke kont in beeld, laat zijn gezichtje later op het water. Dus dat was gewoon, ja. En stond zijn burg er nog? Dat was de vraag, toch? Ja, zijn burg stond er nog. Maar ik denk als je er morgen zou gaan kijken, dat hij onder water staat. Ja, want het water stijgt hier echt elke dag. Ja. Het gaat wel een meter omhoog. Ik heb ook echt een spannende dag gehad. Ik heb op zoek gegaan naar het verloren dorp. Hè? Een dorp dat hier in de 18e eeuw al is overspoeld. Ja. En ik ben een beetje gefascineerd geraakt door de verhalen die mijn gast Ferdinand vertelde over dwaallichten. Die hier nog 's avonds over de rivier moeten zwerven. Een soort van dolende zielen. Ja, ik weet niet of ik moet geloven in dat soort verhalen, maar het past wel een beetje bij deze avond zo. Hè? Ja, ik kwam hier vroeger 's nachts ook als kind. Echt waar? Ja, heel spannend vond ik dat. Sowieso 's nachts is alles spannend. Ja. Ieder struikje, dat ziet eruit als iemand of als een dier. Ja. Dus dat is spannend. Maar heb je ooit die lichtjes gezien dan ook? Nee, dat niet. Nee. Maar ik vond het al doodeng. Want mijn moeder waarschuwde ook, je mag hier niet spelen, het is levensgevaarlijk. Tuurlijk, ja. Maar ja, alles wat niet mag, dat wil je. Word je extra leuk. Het wordt, en ik wilde het worden. Ja, achteraf gezien levensgevaarlijk. Ja, zeker. En wat deed je hier dan 's nachts? Nou, overdag spelen op het fort. En 's nachts kijken naar kerkuilen. Luisteren en kijken naar kerkuilen? Ja, die broeden destijds in het fort. Waarschijnlijk nog steeds wel. Zouden ze kunnen horen dan? Ja, misschien. Als je stil bent. Ik hoor niet vooral ijzige, koude wind. En ganzen. Ik hoor wel ganzen. En ganzen. Ja. Misschien dat we ze later vannacht of morgen gaan. Morgennacht, ja. Kunnen proberen. Laten we ons koffie opdrinken en lekker naar bed gaan. Precies. Volgende week het tweede deel van onze winteruitzending van Buitengewoon vanuit Fort Pannerden op nieuwjaarsdag. En misschien is er dan wel sneeuw. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Een afscheidsceremonie in de natuur. Er staat een groepje paarden, twee merries, een veulen van een jaar oud en de achterste een hengst. En die staan daar afscheid te nemen van een overleden tante of een overleden moeder of een overleden zus of vrouw van. En die merrie die is zojuist gestorven.